Goedemiddag! Daar ben ik weer terug met een nieuwe aflevering van Final Fantasy 9! Ik ben er weer, zoals ik al zei, voordat de intro er gelijk doorheen kwam. In de vorige aflevering zijn we ondertussen kwettergek geworden van de Chocobo minigame. En hebben wel heel interessante stuff gevonden, dat zeker. Dus op zich is dat niet verkeerd. En in deze aflevering gaan we eindelijk naar Gizmaluco's grotto. Om te kijken of we Bemusia kunnen ontdekken, denk ik. Iets in die trend, weet ik veel. Maar dat komt omdat er blijkbaar oorlog is in Bemusia. En er lijken heel erg veel mensen, of ja, beesten te zijn die dus zeg maar op de touw leiden. Nee, nee. Kom op. Sta op! Ik moet weer even wennen. Oh. Tori, zeg iets! Oh, nee. Oh, man. De Black Mages, wie zijn dat? Het is oké, jij hebt niks gedaan. Tauler, zijn ze niet jou? De koning zal wel gevaar zijn. Kom op! Ik hoop dat Zelda hier niet is gekomen. Laten we gaan. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Let's do this. Oké, nou. We hebben daar een deur. En die deur, daar hebben we een bel voor nodig. Dus we moeten eventjes met deze gast hier praten. Ben je in orde? Ze zitten in mijn keel. Black, meisjes. Ik kon niks doen. Hé, het is oké, we zijn hier om te helpen. We zijn onze weg naar Bemusia. Oh, ik ben er geweest. Waar ben je geweest? Neem deze bel en ga naar Bemusia. De Black Mages hebben onze bel gejat. De koning is in het kasteel. Alsjeblieft, bescherm... Hey. Ik bescherm hem, maak je geen zorgen. Oké, dus we hebben een bel gekregen van die gast. En daarmee kunnen we dus zeg maar deze deuren openmaken. Wat ik eigenlijk best wel komisch vind. De bel in je hand en de bel in de deur zijn aan het ringen. De deur gaat open, maar de bel is kapot. Wat ik eigenlijk best wel grappig vind, want de Black Mages die zijn dus hier binnengekomen. Dus die deuren zouden eigenlijk al open moeten zijn. Maar blijkbaar zijn ze weer automatisch gesloten. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Maar goed, nieuwe vijanden. We hebben hier mosquito's en een diddly-doodle. En dan ben ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig en ik ben vergeten een tent te gebruiken. Dus geen black attacks voor ons op dit moment. Oké, nou jij gaat wel even die skeleton pakken. Jij gaat even hem proberen te vangen of te eten of hoe dat het dan ook heet. Ik bedoel serieus, Arrier met de hoofdletter B, ik weet het. Maar ja, bij Twitch zou dat ook zo zijn, dus... Ah, ik ken nog niet, omdat het nog niet... Oké, dan doen we nog een keer aanvallen. Dus, maar we moeten zeker een tent gebruiken, want dat vult onze MP gelijk, dus... Busaanval. Taulen die heeft nou last van Berserk status. Berserk status, dat zorgt ervoor dat je aanval dus zeg maar een stuk sterker is als dat het eerst was. Het enige verschil nu is... Sorry. Het enige verschil is zeg maar, we hebben nou geen controle meer over de Taulen en zal alleen maar aanvallen. Wat dus eigenlijk heel erg vervelend is op een Black Mage. Nou, we hebben niks kunnen eten op dit moment, maar ik denk dat we deze gasten nog wel tegen gaan komen. Dat we daar ons dus zeg maar niet te veel zorgen over hoeven te maken. Maar ik moet echt eerst eventjes naar buiten toe om ervoor te zorgen dat dus zeg maar... Oké, we hebben al gewonnen. Dat dus zeg maar een tent gebruikt kan worden, want we zitten heel erg laag met MP en Tauler heeft gewoon zijn MP hier nodig. Oké, we hebben birdkillen geleerd, dat is nice. Dus laten we eerst eventjes zo snel mogelijk terug naar buiten gaan. Eventjes de Moogle even... Weer heel erg veel van die doodles. Daar ben je niet vrolijk van. Maar goed, we wilden dus eerst even naar buiten lopen om een tent te gaan gebruiken. Nou, de reden waarom dat, daar heb ik al een paar keer uitgelegd, maakt niet uit. Maar MP is echt heel erg belangrijk. En we hebben een tent bij ons, dus might as well use it. Use it. Oké, eventjes de Moogle oproepen. Daar hebben we onze kwee. Ik weet niet waarom dat iedereen jou Chocobo noemt, of Choco noemt. Ik noem jou gewoon kwee. Oké, dus we willen een tent gebruiken. We hebben er 5. Dus op zich is dit wel een goed idee om dat te gebruiken. Ik ben helemaal vergeten om dat te gebruiken sinds de laatste opnamesessie. En die was op een vrijdag. Toen heb ik 3 afleveringen opgenomen, dus... Ondertussen ook nog eventjes wel een dikke shout-out naar... naar Old Ways to Gaming. Ik bedoel, die is alweer druk bezig geweest met extra thumbnails te maken. Want die had de eerste sessie van 15 gemaakt. En ja, we zitten alweer op...
Kill! Kill! Moord! Moord! Ah, we zitten ondertussen alweer op 15 afleveringen. Maar we zijn al behoorlijk ook ver in het spel, dus het gaat op zich best wel goed. En oh god, daar hebben we die maloten weer, hoor. Wie is dat? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik hem eerder heb gezien. Eerder gezien? Ik heb hem niet gezien. Ik weet. Ah, ik denk dat het niet boeiend is. Laten we hem vermoorden. Ja, laten we hem vermoorden, zullen we? En we krijgen dus wannabe towelers achter ons aan. Ik noem ze gewoon wannabe towelers, omdat er is een hele discussie gaande van zijn ze nou wel related met de towler of niet, maar het zijn black mages, to be fair. Maar ze zijn slecht, dus ze zijn wannabe'tjes. Oké, nou, Eat Command wil je hier niet op gebruiken, want je kunt niks leren van de black mages. Black mages, het enige wat ze zullen doen is een strike aanval. Of ze zullen dus zeg maar met vuur, ijs of bliksem aanvallen. Dus praktisch gezien zullen ze geen zwakheid hebben tegen een of andere vuuraanval of ijsaanval of magische aanval, wat dan ook. Maar we kunnen ze wel een enorme schade geven. En dat willen we zeker doen. Dus hier zie je dat we een spreuk tegen ons worden gebruikt. Maar dat is eigenlijk wat black mages dus non-stop zullen gaan doen tegen ons, mochten we ze tegenkomen. En je ziet ook op de naam, zie je dus zeg maar type A staan. Zo krijgen we dus zeg maar later type B, type C, type D. Ik geloof, ik weet niet hoe ver dat dan gaat. Maar tot de black mages wel sterker gaan worden, want we blijven ze nog wel eventjes tegenkomen. Dat kan ik jullie alvast verzekeren. Dus nou eventjes over wat zinloze informatie wat er bij mij dus zeg maar dit weekend is gebeurd. Nou, ik heb dus het zijn er monsters, laten we wegrennen! Het weekend heb ik dus zeg maar eigenlijk heel erg veel lol gehad. Ik ben dan zeg maar met Towler dagje uit ben ik geweest. Het was echt hartstikke gezellig. Ik ga heel even mijn equipment door, jongens. En ja, er is daar dus zeg maar een vlog van gemaakt. Die is dan te zien op de Towler Gaming. We hebben gelezen gamed. We hebben ook even onverwacht staan te bowlen. Was ook hartstikke gezellig. Gezellig wezen eten. Nieuwe mensen ontmoet, dat ook. En het was zo gezellig, echt. Een van de beste dagen die ik eigenlijk heb meegemaakt. Oeh, ik kan jou weer dingen geven. Eenie, meenie, miney. Weet je wat, pak jij maar even de desert boots. Dat maakt niet uit. Kan ik jou nog iets anders geven? Oké, die geven. Oké, daar leer je niks meer mee. Jij leert daar nog adsetters mee. Oké, nou, we zitten goed. Dus ja, echt een hele gezellige dag geweest. En gisteren ben ik dan, gisteren was het vaderdag. Ja, vermoord. Ik praat nog heel eventjes door deze bedrog, want praat ik gewoon nog heel eventjes mee, want anders blijf ik te veel afgeladen. Nou, gisteren was vaderdag. Ik hoop dat iedereen een hele leuke vader heeft gehad. Vaders die meekijken met, hopelijk hebben jullie een hele leuke dag gehad. Ik ben gisteren dan naar de film Jurassic World geweest. En maak je geen zorgen, ik ga niks erover spoilen. Ik kan alleen zeggen dat ik vond de film hartstikke leuk. Maar ja, ja, zonder te spoilen. Het is eigenlijk zeg maar een moderne versie van Jurassic Park. Daar komt het op neer. En met dat zo te zeggen, denk ik niet echt dat ik dus zeg maar veel spoilers zou geven. Dus ik vond het, ja, decent film. Dus alleen bioscoop, geen liefhebber van, echt serieus. Ik bedoel, wij kregen een 3D-bril op en er was bijna geen 3D in de film. En dat noem ik niet echt een spoiler, dat noem ik gewoon van ja, sorry jongens, maar overal nou een 3D-brilletje op moeten zetten, daar word je niet vrolijk van. Hey, we hebben weer een beltpak gekregen. Als ik mij niet vergis, willen we eerst eventjes naar die gast daar. Nee, niet forget it, gewoon ring de bel. Krijgen we weer diezelfde tekst. The bell shattered. Oh nee, whatever should I do? Oké, nou en nog steeds niet de kans gekregen om dus zeg maar een van die beesten dus zeg maar te vangen. Nou, hier kon je dus eigenlijk, dit kon je skippen, maar je wil hier eigenlijk. Oké, wat ik dus probeer te zeggen, we hebben trouwens net iets geleerd, dus ik wil heel eventjes de Yellow Scarf heel even vervangen met Germana's Boots. Onze strength wordt dan wel wat langer, EV wordt hoger, dus de stats die worden een beetje geshuffled eigenlijk, daar kun je het een beetje op neergaan. En voor de verderheid kunnen we nou veranderen met de headgear, zodat we Undead Killer kunnen leren met Zeepie. Goed, maar deze route wil je dus eigenlijk wel een beetje lopen, omdat sowieso een beetje meer exploration. Jee, we hebben Vanish geleerd! Nu voor al je vlekken en partijen! Oké. Dus hebben jullie die Vanish geleerd? Vanish is een magische spreuk die zorgt ervoor dat dus zeg maar een karakter onzichtbaar wordt.
Waardoor dat hij niet aangevallen kan worden door fysieke aanvallen, alleen maar door magische aanvallen. Dus altijd handig om te weten. The more you know. Oké, en als je dan deze deur openmaakt, het is eigenlijk heel erg dom wat ik nu doe. Maar ik wil jullie alles laten zien en de training is altijd heel erg handig om die dus zeg maar ook te kunnen gebruiken. Want er komt eigenlijk namelijk een behoorlijk sterk vijandje. Want als je deze ronde namelijk loopt, dan kom je er dus achter dat je... wat ligt hier? Oh, sorry. Even corrigeren. Hier liggen Mithril Groves en die zijn dus heel erg handig, want dan kan... Je bent nog met Undead Killer bezig, dus... Nou, je kunt hier dus zeg maar wel iets heel erg handig vinden. Dat was ik dus helemaal vergeten. Maar als je dan hier dus zeg maar doorloopt... Volgens mij komen we hier nou een nieuwe vijand tegen. Een van de engste vijanden ooit. Tot nu toe. Nee, nog niet. Oké, ik zie jullie zo. Ik maak even deze maloot af. Nou, met dat out of the way te hebben, is het weer eventjes een kwestie van even snel iedereen te healen. Echt, we gaan nog onze potions heen. It's like there's no tomorrow. Jij krijgt nog een potion, ik nog een potion. Hartstikke leuk. Heel veel potions, heel weinig tijd. Goed, maar als je dus zeg maar hier doorheen loopt, dan kom je dus zeg maar heel veel verschillende items. Magus head. Is die niet handig voor onze Towler? Ja, want dan kan hij slow leren. Slow is een van de fijnste aanvallen die hij op dit moment kan leren. Onze strength gaat wel een beetje omlaag, maar ja, en het race is ook nog eens een keer zijn ijsaanval. Dus dat is alleen maar handig. Dus zeker handig om die daar eigenlijk te lopen. De reden waarom dan... Lieverd! Kun je me horen? Lieverd! Alsjeblieft zeg iets! Hé, ik had niet eigenlijk gedacht dat ik hier een moogle tegen zou komen. Wat is mis? Ah, mijn man! Mijn man die zit vast in deze bel! Hij zit gevangen, Koepo! Ah, jij arm ding! We hebben hier net onze trouwerij gehouden. En toen kwamen er een paar enge clownsen die vielen ons aan. Ik was zo bang, Koepo! Deze bel is best wel groot. Ik denk niet dat we hem kunnen optillen. Nee, alsjeblieft! Hallo, zou je alsjeblieft niet zo willen snuffen? Oh, wait! Jij bent het! Ik ken jou! Hey, je hebt een kuponet! En jij bent een hele goede YouTuber! Ja, ik heb er een gekregen in Limblum. Echt! Mag ik hem hebben? Alsjeblieft! Nou, vooruit dan. Alsjeblieft. Kipo! Dankie! Lieverd, ik heb een lekkere kiponut! Kamehameha! Lieverd! Ik hou van kiponoten. Dat klinkt zo fout. Lieverd, waarom ga je naartoe? Dankjewel. Lieverd! Wat een raar stel. Ja, dat kun je wel zo zeggen. Maar in ieder geval, deze route kun je dus zeg maar wel lopen voor die extra items. Maar bij wijze van spreken, mocht je dus de middelste deur open hebben gemaakt, dan kom je dus zeg maar een bel tekort. Nou, laat ik jullie zien hoe dat precies werkt. Dan kom je dus hier. En dan zie je dat deze deur dicht zit. Nou, mocht je die deur dus per ongeluk toch geopend hebben en je wilt toch die items hebben, nou, dan moet je dus zeg maar helemaal omlopen. Wat je zou moeten doen is op het moment als je dus zeg maar weer helemaal... Eetje, maar ik ga het gewoon door en ik laat jullie gewoon heel eventjes zien. Moet je dus zeg maar helemaal hier omheen lopen. En normaal gesproken... Hebben we de nieuwe vijand? Oh, we laten de nieuwe vijand zien. Dit is een hele creepy, gevaarlijke, vervelende stinkvijand. Deze heeft heel veel verschillende aanvallen en ik denk dat ik daar even Blizzard op doe. Die slash aanval die je ziet, die gaat heel erg gevaarlijk worden. Ja, wij blijven gewoon proberen te eten met jou, want je kunt er een goede aanval van leren. Dus mijn probleem is, deze heeft heel erg veel HP, is de enige vijand die we op dit moment tegenkomen die zichzelf kan healen. En kan ook nog eens een keer Might gebruiken. Wat er dus zeg maar voor zorgt dat hij sterker wordt bij keer op keer. Dus ik wil eigenlijk de nieuwe aanval Sloger op gebruiken. Oh, dan gaan we het kijken hoor. En deze kan ook heel erg snel achter elkaar aanvallen. Dus dit beest is gevaarlijk, dodelijk. Die wil je gewoon niet tegenkomen. Dit is eigenlijk een beetje een mini-boss, zo erg is hij. Oké, die heeft nog 2 keer Might gedaan. Dus dat wil zeggen dat ze dus zeg maar... ons kan killen elke keer in 1 hit. Oh, gelukkig, het is mis.
Die combinatie van Might en Slice vind je echt, ga je echt niet leuk vinden. Oké, kunnen we hem? Nee, nog niet. Damn it. Het is jammer, een Pokémon heb je een kans zelfs ook nog een full health. Oké, hebben we slow, Ja, de pijltjes laten zien dat het slow is. Dat wil zeggen dat ze dus minder snel kan aanvallen. Dat is zeker heel erg handig. Dit willen we zeker hebben. Oké, nog een keer die... stop jij nou eens met Might te gebruiken. Oké, Taulen die heeft geen MP meer. Dus ik moet helaas nou wel een Eater gebruiken. Oké, attack. Ja, je kunt wel constant tens blijven gebruiken, maar eaters zijn er echt om magie te vullen. Oh, hier 744, dat doet pijn. Oké, Zeepie. Jij doet even een Phoenix Down gelijk even op Abbeyer gebruiken. Ik denk dat dit geen eat wordt. Oh, we hebben hem al verslagen, oké. Sorry Abbeyer, maar je krijgt helaas geen experience van deze omdat je ligt voor Pampas. En je krijgt er maar 68 XP van. Echt heel weinig. Maar je krijgt wel gratis Phoenix Down van een paar potions. Dus. Maar het is echt niet echt de vijand die je tegen zou willen komen. En als ik me niet vergis, kun je daar van White Wind leren. Maar dat weet ik dus niet zeker. Dus. Oké, nou eventjes. HP erbij gooien. Dus ja, die vijanden die zijn zekers gevaarlijk. En die wil je dus niet tegenkomen. Nou, die. Yes! Learned level 3 defenseless. Dat is een hele sterke aanval, dus ieder vijand dat er zeg maar in een meervoud van 3 is, dus 3, 6, 9, 12, op die levels, kun je dus zeg maar helemaal defenseloos maken door dus echt de defense die ze hebben op 0 te brengen. Wat zeker heel erg handig is. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat het super handig is, maar het is zeker heel erg handig. Goed, nou heeft die vijand dus ook zeg maar over die deur daarachter wil ik de hele tijd praten. Die deur wil je eigenlijk normaal gesproken openmaken, maar wil je dus zeg maar een snellere weg hier, een snellere doorloop hier tussen hebben, kun je dus deze deur openmaken. Maar ja, dan hebben we dus geen bellen meer over. Nou, en dan ga ik jullie dus laten zien hoe dat je dus dat zeg maar fixt. Maar om nog heel eventjes over dat enge beest eventjes te praten. Die heeft dus een aanval genaamd Entens. En de aanval Entens die zorgt er dus zeg maar voor dat je confusion status hebt. En confusion status is nou niet bepaald de status die je wil hebben. Maar alsjeblieft deze zin afmaken jongens, kom op. Confusion is heel erg vervelend, want dan raak je dus zeg maar de controle kwijt van je karakter. En gaat hij ronddraaien, heeft hij de kans ook nog eens een keer om je partymembers aan te vallen, wat heel erg vervelend is. Zo, klaar. Nu, nou, mocht je dus zeg maar die bellen alle drie gebruikt hebben op die deur en je hebt geen bellen meer, dan wil je dus zeg maar met hem nog heel even praten. En dit is heel erg vervelend, want dan moet je dus heel even checken of dat hij nog iets bij zich heeft. Sorry daarvoor, maar dan vind je dus zeg maar nog een extra bel die we dus nodig hebben om die ene deur open te maken. De reden waarom dat je... Ja, je hoeft ze niet allemaal open te maken. Ik zou zelf eigenlijk een beetje gaan, zeg maar, voor de middelste deur. Omdat dat gelijk een doorloop geeft. En die zijwaartse deur. Alleen maar om eventjes die andere gast even hoi te zeggen. Maar omdat je hier dus, zeg maar, zulke goede items kunt vinden. En dit een hele makkelijke doorloop is. Wil je dus dit zeker doen? Nou, je wil hier naartoe gaan. Naar deze deur. Omdat hier namelijk ook iets interessants zit. Wat we zeker bij ons willen hebben. De bel in onze hand. Ja, bel is kapot. Die andere deur die zouden we sowieso niet open kunnen maken. Omdat het is een holy door en daar hebben we een holy bel voor nodig. Dus we moeten sowieso deze kant op. Voordat je het begint te vragen. Dan zien we dat hier dus zeg maar die moogles zijn. En hoe dat ze door die deur heen zijn gekomen. Joost mag het weten, maar ik blijkbaar niet. En als je dan zeg maar daarmee praat. Dan kun je dus zeg maar I love couponuts. Ja, ik hou ook van couponuts. En ja, ik hou ook van jou. Dus je wilde meer hebben. Nou ben je wel heel erg gierig. Oké, Mogmi, wacht eens eventjes. Hebben we een brief van jou, Mogmi? Nee, Morkitu Atla. Er is een letter van... er is een brief van Moodon. Het is van Congratulations. Oké, laten we eens even kijken. Nou, het JF-festival op de Hunt was super geweldig. De high score was 225 punten. Een gast genaamd Zepi heeft de titel gewonnen. De laatste keer had Belna gewonnen. Die had alleen maar 150 punten. Oh, echt. Het was zoveel fun. Het was geen felicitatiekaart, maar het was toch leuk om te lezen. Nou, hartstikke leuk. Nou, zoals je dus ziet, we zouden dus zeg maar hier weer een tent kunnen gebruiken. Maar daar heb ik geen zin in. Wil jij dat we een brief sturen? Nee, maar je wil wel brieven krijgen. Dat is dan heel erg jammer, want ik heb geen brief voor jou. Maar we zouden hier dus eventueel kunnen zeven. Hoe gek dat het ook klinkt, je wil ook hier echt zeven. Niet acht, maar zeven. Dus, dit doen we gelijk al eventjes. Do not remove the memory card. Dat maakt zelf wel uit. Nee, niet op twee. Twee is mijn backup file. Ik heb namelijk... Toen ik deze opname begon, heb ik dus zeg maar eventjes snel een backup file natuurlijk weer erbij gegooid. Maar dat is dus zeker wat je wilt doen. Je kunt hier naar boven toe gaan. En ik wil dit ook heel eventjes laten zien. Ze waarschuwen al van het is dangerous to go alone. Do not go there. Maar als je hier dus zeg maar, hier zitten hier draken.
Die zijn gigantisch powerful. Die zijn zelfs nog later in het stadium van het spel enorm moeilijk om te verslaan. Er is hier ook niks wat we kunnen doen. Er is hier geen chocobo die we op kunnen roepen. Eigenlijk is hier dus helemaal niks als alleen maar die draken. Dus geloof me, hier heb je niks te zoeken. Wil je dood? Ga je daar naartoe. Heel simpel. Daar komt het project dus op neer. Waarom dat ze het erin hebben gegooid, ik zou het echt niet weten. Maar ze hebben het erin gegooid. Goed, maar als we dan wel weggaan, dan komt Mugata eventjes langs en die zegt... Koepo, wacht! Oh, wacht, jij bent een mannelijke. Koepo, wacht. Kun je zien aan de vleugeltjes. Voor de mensen die het wel weten. Neem dit mee. Het is gevaarlijk om alleen te gaan. It's dangerous to go alone. En die geeft ons dus de Holy Bell. Nou, Kuponut, ja, hartstikke leuk. Misschien krijgen we die ooit nog wel eens een keer. Maar de Holy Bell die willen we dus zeg maar gebruiken om ervoor te zorgen dat we dus zeg maar door die ene deur heen kunnen gaan. Nou, die deur die is gevaarlijk. Die deur die gaat namelijk naar een baas toe. En die baas, die zullen we zien in de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Dus heb je een leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Nogmaals bedankt voor de enorm leuke reacties. Ik had de reactie zelfs binnengekregen van waarom ben je zo goed in Let's Playen? Daar heb ik maar één antwoord op en dat komt door jullie. Door jullie. Elke keer krijg ik weet niet hoeveel reacties binnen. Daar ben ik echt zo blij mee. Voor positieve reacties. Hoe leuk dat jullie de series vinden. Hoe leuk dat jullie de audiocommentaar vinden. De Let's Play, noem maar op. Dat geeft zoveel motivatie. Waardoor dat ik het elke keer weer superleuk vind om ook alweer op te nemen. En jullie dus zeg maar weer kan entertainen met de zutten die ik doe. En kom op zeep. Zo moeilijk is het niet om naar je eigen geleuter te luisteren. Zeur niet. Hij stond gewoon te gapen, zagen jullie daar. Maar goed, morgen dus een boss battle. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dus tot dan. En ja, vandaag het weer. Het is een beetje somber weer, maar... zomer is er nog aan, toch? Tenminste, dat zeiden ze. Ik hoop het. Maar ja, in ieder geval, tot morgen. Doei!